De wet controle valutaverkeer en transactiekantoren is vandaag bekrachtigd door president Desiré Delano Bouterse. Deze wet, die afgelopen zaterdag door DNA werd aangenomen, omvat nieuwe regels voor de verdere ordening van geldtransacties en het valutaverkeer in ons land. Zo mogen er geen cash-valutatransacties binnen Suriname worden gedaan. De verkoop van vreemde valuta door cambio's wordt verboden en zal de geldige koers door de centrale bank worden bepaald. Bij de aanname van de wet ging de fractieleider van NDP, Amsad Abdul, dieper in op de bedoeling van deze wet. Het was allemaal fake news. We komen niet aan het geld van mensen. We komen niet aan het spaargeld van mensen. We houden niemand tegen om te sparen in vreemde valuta. We houden niemand tegen, voorzitter, om hun geld te lichten van de rekeningen. We houden niemand tegen, voorzitter, om met hun creditcard, om met hun geld naar het buitenland te gaan, om inkopen te doen, voorzitter. Wat we wel doen, is het valutaverkeer, voorzitter, ordenen. Is valutatransacties ordenen. Wat we wel doen is, voorzitter, aan de Surinaamse gemeenschap of de Surinaamse gemeenschap bewust maken dat wanneer Surinamers hier SRD verdienen, ze te alle tijden, voorzitter, in staat moeten zijn om alle goederen en diensten met SRD te betalen, voorzitter. Dat ze niet onder druk gezet moeten worden omdat iemand bang is dat de koers gaat stijgen van een contract, dat een koop- en verkoopcontract in een andere valuta, vreemde valuta, voorzitter, wordt gesloten. Dat willen we niet hebben. Wat we niet willen hebben, voorzitter, is wanneer burgers hun leven plannen van ik wil een auto kopen, ik wil een huis kopen en een overeenkomst sluiten, voorzitter, dat ze van een op de andere dag horen dat ze een ander koers moeten betalen dan waarop zij hun leven hadden gepland, voorzitter. Dat willen we niet. In een persbericht van het NII wordt aangegeven dat vanaf nu de valuta-export, tenminste voor een deel, 60%, weer naar de centrale bank gaat om de valutareserves van de bank op te bouwen. Exporteurs die zich niet hieraan houden, krijgen geen toestemming om meer te exporteren totdat ze aan de plicht hebben voldaan. Er wordt een positief effect van deze maatregelen op de koers verwacht, maar om een grotere daling te krijgen, zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen. Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezenreserve aan iedereen te geven en de deviezenvoorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken.